Hij vond het begin het juryhokje een klein beetje eng. Gelijk terugzitten. Ja! Hallo allemaal, tof dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Houtje Korenbloem heeft er mega veel zin in. Vandaag ben ik bij Event in Schaik, hier ben ik het hele weekend. En vandaag is het zaterdag en vandaag is de dressuur en het springen. Ik start met Mailstreams Korenbloem en hierachter Mailstreams Cassara in de klasse L voor de allereerste keer. Wij hebben tot nu toe alleen nog maar de vijfjarige competitie gedaan in Renswoude. En nu gaan we voor de eerste keer een echte L-eventing wedstrijd. Dus dat is heel spannend, maar superleuk. En ze hebben ook gewoon nog alle tijd om te ontwikkelen, want het zijn hartstikke jonge paarden. Maar ik denk dat ze hier heel veel van gaan leren. Daarnaast start ik ook nog met helemaal achteraan Mailstreams Galante in de klasse M. En vandaag is dus het dressuur springen. Morgen de cross. Dus een vol weekend. Maar ik heb er mega wel zin in. En heb jij er ook een beetje zin in? Oh. Wat een beetje gek is, is dat nou we doen eerst met Korenbloem Cassara eerst springen en dan pas de dressuur. Normaal ben je gewend dressuur springen cross of dressuur cross springen. Maar het is dus nu eerst springen, dan dressuur en dan cross. Dus een beetje gekke volgorde. Maar ja, zo gaat het hier. Dus daar passen we ons gewoon aan. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Krijgen we nu 402. Christy Snapvangers met Mailstreams Korenbloem. Bloempje en ik komen uit de ring. Korenbloempje, zeg maar Korenbloem. Want hij komt die ring in en hij dacht, Jezus, wat is dit? En hij maakte zich zo... Het was net een hengst. Hij krijgt er dan zo'n nek op en dan voel ik hem ook zo onder me. Alsof hij echt in een uitgestrekte draf zit. Nou ja, Korenbloem, het is gewoon lekker rustig el springen. Maar goed, we hebben het nog nooit... vriend. Oké, niet op mijn tenen staan. We hebben nog nooit zo'n hoog parcoursje gesprongen. Dus voor, ja, dat was best wel pittig. En ik vond echt dat hij het heel goed deed. Hij heeft echt super sprongen laten zien. Het is nog best moeilijk om hem te rijden, want hij laat zich nog niet helemaal rijden. Dat is ook een beetje Sirocco Blue. Hè? Dus dat zit ook een beetje in het bloed. Maar als dat helemaal goed komt, dan denk ik echt wel dat het, helemaal goed gaat komen. Want hij liet sprongen zien. Ja, daar was ik echt heel blij mee. We kwamen uit de ring met helaas één weiging op een slootje. Dat was echt mijn eigen fout, want ik liet hem gewoon veel te open. En jonge paarden moet je echt ondersteunen bij zo'n hindernis. Dus zij kan er niks aan doen. Maar goed, ik ben hartstikke tevreden en nu moeten we dressuren. Inmiddels zijn we omgekleed tot dressuurruiter. Galant is er ook klaar voor en we hebben zin om te gaan shinen. Dressage, Galant, hè? You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. We got this.
deed het hartstikke goed hoor. Ik ben hartstikke tevreden over onze proef. Ik moet nog even leren hoe je dat in een kleine ring met zo'n groot paard voor elkaar krijgt. Want ja, je wilt toch voorwaarts denken. Maar ja, hoe kleiner de ring, hoe minder je voorwaarts kan. Dus ik had een beetje daar moeite mee. En dan zat er een klein foutje in. En nog een foutje. Maar voor de rest ging het hartstikke goed. En ik ben echt wel tevreden, want ze pakte goed aan. Ik moet het zelf gewoon nog echt leren. En zij ook hoe je kan, ja, hoe ze actief kan blijven in zo'n kleine ring. Dus we gaan nu lekker afzadelen. En dan is de focus op die twee puppies. Oh, kijk ze kijken. Ja. Alsjeblieft. Lachen, Galanten. Oh. Galanten wil alleen maar eten. Christy Snip Farms met Millstreams Cassara. Passara staat nummer 473, 63 seconden ruim in de tijd. Cassara en ik komen net uit de ring. Cassara deed het echt top, top, top. We waren foutloos en daar ben ik heel blij mee. En nu is de focus op de dressuur met Cassara en Korenbloem. En dan nog een keer springen met Galanten. Daar heb ik ook wel zin in. Hooi krijgen. Hebben jullie zin in hooi? Kijk eens. Oh, dat is lekker. Omdat jullie het zo goed al hebben gedaan. Maar we zijn nog niet klaar, hè? We moeten nog dressuren. Netjes, netjes zijn. We moeten nog heel netjes gaan shinen. Kregeland, hè? De paarden eten hun welverdiende hooilet. Super lekker vinden ze dat. En wij gaan nu de cross verkennen, want morgen is het crossen. Maar het is al heel vroeg, dus ik wilde graag de cross verkennen. En het is blijkbaar best wel een speurtocht om de hindernissen te vinden. Dus wij gaan nu, hebben we even pauze. En in de pauze gaan we de cross verkennen. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. Een A en een B. En de hindernissen lijken eigenlijk best wel makkelijk. Maar je ziet dat er een akelig heuveltje zit. Dus dat is echt als je lang gelijk terug zit. Want dan gaan ze, ja, best wel gek het heuveltje af. En dan weer focus op deze hindernissen. En dat maakt de, ja, combinatie wat moeilijker. Ik heb een stuk galopperen gehad. En dan heb je in één keer de bak insprong. Dat is ook best een flinke. Dus dan moeten we goed opletten. Want ja, je komt van een heel lang stuk dat ze overrijdt. Dan moet je echt nog even eraan zitten, want het is best een flinke. En dan heb je draaien naar de wind, denk ik.
verandering. Nee, je moet er niet te negatief zijn. Want ik ben eigenlijk voor ons doen wel tevreden. Matig tevreden. Maar weet je wat het is? Coram Blue is, die kijkt gewoon nergens naar. Dus je komt die ring binnen. Dit is de eerste keer dat hij echt zo'n dressuurring loopt. En dan ziet hij al die letters en het boeit hem helemaal niks. En ik had met Robin Hood, mijn oude pony, had ik bijvoorbeeld dat ik echt eraf zag. Nou, niet normaal. Dus dat vind ik echt een heel goed pluspunt. Een dikke duim voor jou. Maar de rest, ja, laten we eerlijk zijn. Als we dan van draf naar galop moeten, ja, dat is denk ik gewoon echt een één waard. Dus daar moeten we nog heel hard aan gaan werken. Maar goed, Coram Blue is natuurlijk nog super jong. Dus het is alleen maar goed dat we nog zoveel kunnen verbeteren. Want daar hebben we nog heel lang de tijd voor. Maar ik hoop wel dat het een beetje snel gaat gebeuren. Want hij loopt echt super gaaf. Maar ja, dat doet hij 1 seconde. En dan is het weer even, ja, dan is het weer moeilijk. Dus we moeten nog heel hard gaan werken. Maar dat gaan we doen. En nu is het de beurt aan Cassara. Samen een tasje delen, hè? Delen? Coram Blue denkt, die is voor mij. Ja. Hallo, ze zijn weer herenigd door de matties. Cassara en ik zijn heel tevreden. We zijn echt tevreden met de proef. Hij vond het begin het juryhokje een klein beetje eng. Maar ja, dat mag ook. De eerste keer in een echte dressuring. Dus dikke duim voor Cassara. En het laatste onderdeel vandaag is springen met galanten. En dan zijn we klaar. Kunnen we naar huis. En morgen terug voor het leukste onderdeel, de cross. Maar ik ben echt tevreden met Cassara. Dat hoor je aan mij. Ik ben gelijk weer helemaal happy de peppy. Heb je er een beetje zin in, galanten? Heb je er een beetje zin in? Wauw, wat zie je er mooi uit? In het parcours hebben wij Christy Snipvangers op Millstreams Galante. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? Cause in the echo of your sound. In het springparcours, daar ben ik echt mega blij mee. We gaan nu lekker naar huis en morgen komen we weer terug naar Schaik voor de crossdag. Dus we gaan snel naar huis, lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen! Goedemorgen allemaal, ik lig nog heerlijk in bedje en we zijn al onderweg. Ik kan in het wachtgraad gelukkig nog even een beetje doorslapen. Volgens mij zien jullie mij niet, want het is echt nog heel vroeg, dus het is nog helemaal donker in de wagen. Maar ik slaap nu even en dan vlog ik zo wel als het licht is en als het echt ochtend is. Want dit jongens is gek werk, weer zo vroeg uit je bed. Oh, maar het is wel fantastisch leuk natuurlijk. Hey, Coram Blue en Cassara, zijn er klaar voor? We hebben een mooi uitzicht op de crossen. Ze kunnen anderen allemaal ook zien. Dus kan je kijken hoe het moet of niet moet. Hè? Dat ligt er maar net aan. En ik begin met Galante, dan met Coram Blue en dan met Cassara. Dus dat is het plan vandaag en we hebben er zin in.
start? Nee, denk ik. Succes, hè, meid. Galante deed het echt fantastisch goed. Ik heb geen woorden. Het was soms echt rotbodem. Het was soms echt geen fijne lijnen. Want je hebt heel veel bomen. Dus dan ben je geland. Dus het ook weg van de boom. Maar hij pakt top aan. En ik ben echt heel trots op hem. Goed zo. Top team. Hey meisje. Ben ik trots op jou zeg. Oh ja. Niet normaal hè. Klaar. En ik wilde nog even kort vertellen hoe de cross ging. Het ging echt super goed. Alleen bij hindernis 1 dreef ik zelf echt een beetje stom. En denk ik, nou je moet gewoon gelijk goed in je ritme beginnen. En ik dacht hindernis 1, ho ho. Maar Galante moet je gewoon zeggen, kom maar vriend. Want als je die teugel geeft, dan doet ze alles voor je. Maar ga je erop vangen, ja dat vind ik niet zo fijn. Dus dat had ik gewoon moeten doen. Maar na hindernis 1 wist ik gelijk, oké, dit moet ik niet doen. Dus voor de rest ging heel de cross echt super goed dat ik het wilde. Kom maar meisje. En na hindernis 4, Galante. Ho, Galante. We waren dus helemaal foutloos en de tijd is hier echt door bijna niemand te halen. Omdat het gewoon zoveel bochten zijn, zoveel bomen die je tegenkomt. Dus echt mega trots op haar. En we waren maar een paar seconden buiten de tijd. Dus dikke duim voor Galante. We zijn nu de cross van Cassara en Korenbloem, de klasse L aan het verkennen. En normaal gesproken denk ik, deze pak ik zo schuin in achter elkaar. Ja, je zit zoveel tijd tussen en de jonkies kennen dat nog niet. Dus we pakken deze gewoon een beetje schuin, maar nog wel recht. En dan sturen we naar hindernis B, want hij is zo breed. Dus in principe moet dit gewoon te doen zijn. In principe, het moet gewoon te doen zijn. Tweede plaats, Christy Steppaard, Niels Wiesgelante. Bedankt. Het slag binnen en Galante en ik zijn tweede geëindigd. We zijn echt mega blij daarmee. En ja, het voelde ook gewoon super goed. Ze ging super door die cross. Dus een tweede plaats, daar ben ik echt, echt blij mee. I'm so good at pretending. Smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter.
ondertussen gestart. Christy Stepvangers, goed opbrengen is 1. Dit was echt zo'n goed gevoel. Hij gaf me zo'n gaaf gevoel. En echt bij elke hindernis na, hij gaf me gewoon het wauwgevoel. Dat was echt heel leuk. En in de bochten ziet het echt nog knullig uit. Want dan moet ik zo rustig dat ik gewoon echt in een springtempootje zit. En dat hij zo alle benen nog alle kanten op gaat. Maar dan heb ik zo'n rechtstuk. En dan denk ik, hij kan echt goed galopperen. Dus ik gaf been en hij trok open. Hij ging echt als renpaard galopperen. Nou echt zo trots op haar. Echt, ze heeft me zo verbaasd vandaag. Ja echt, ik heb geen andere woorden dan dat ze me echt heeft verbaasd. Trots op jou, meisje. Ja, en niet snel, maar gewoon zo. Ah, Corbloem en ik zijn net uit de cross en we zijn gewoon foutloos. Maar daar gaat het nog niet eens om. Ik was ook helemaal niet erg gevonden als hij twee weigeringen had of zo. Maar hij deed zo goed, jongens. En ik moet ook toegeven, met losrijden was het echt nog een drama. Hij is zo hondsbrutaal en hij wil zo graag de baas zijn. En ik zeg het altijd, Corbloem is gewoon eigenlijk een hengst in de merrielichaam. Maar goed, hij is zo brutaal. En ja, ik heb zo afgezien met losrijden. En dan gaat hij van start in die cross. En dan is het zo aan de paard. En dan denk ik, wauw, ja, dit wil je. Even kijken, hoe kom ik bij de vrachtwagen? Dan denk je, oh, ik moest daar langs. En dan denk je echt, ja, dit wil je onder je hebben. Dus ik ben zo ongelooflijk trots op deze puppy. Nog één puppy te gaan. Ik heb nu even een dik uurtje pauze. Samen met Cassara is ze even alvast gas aan het eten. En dan kan ze zo nog even op de wagen. Korenbloem staat inmiddels ook op de wagen. En dan gaan we zo Cassara, en dan gaan we over een uurtje Cassara weer van de wagen halen. En dan gaan we opstalen en dan de laatste cross in. Korenbloem drinkt altijd heel veel water. Lekker veel water drinkt hij. En dan houdt hij het even in zijn mond. En dan komt het zo meteen uit zijn mond vallen. Watch and learn. Even nog even in zijn mond. En daar gaat het water. Weten, hoor.
Give me some directions to get to you. To get to you, ain't gonna waste my time. I know that we got connection, I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind, yeah. For you, my love, you drive me crazy, tell me what to do, what to do. We hebben echt hard moeten werken. Ja, ik heb hem echt hard laten werken. Hij heeft mij hard laten werken. Dus mooie wisselwerking. Maar we zijn foutloos. En echt, het ging ons zoveel beter dan de vorige keer in Renswoude toen ik eraf kukkelde. Het ging echt zo goed. Hij pakte zo goed aan. En hij dacht, vandaag ga ik mijn baasje trots maken. En dat heeft hij gedaan. Dus weer een dikke duim voor Cassara. En we zijn nog niet binnen de tijd. Dat is jammer. Oh, auto. Sorry. En we zijn helaas nog niet binnen de tijd. Maar dit is de eerste fucking Elkbos. Dat maakt me helemaal niks uit. Ja, natuurlijk wil ik dat gelijk. Maar echt, ik ben echt niet blij. Jullie konden niet wachten, hè? Oh, dat hebben jullie wel verdiend. Hey, korenbloem. Dat is niet zo netjes, hè? Als je iets krijgt, moet je wel aannemen. Oh. Ja, vies peuken zijn. Ja guys, en wat ben ik ongelooflijk dom dat ik deze vlog niet op de wedstrijd had afgesloten. Ik wil jullie even heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Cassara had nog een 5e plaats in de klasse L. Onze eerste officiële eventingwedstrijd. Ik heb geen woorden voor. Wat een fantastische puppies en wat een fantastische galante. Ook natuurlijk, en ik heb zo genoten dit weekend. Ik ben helemaal trots op ze. En ik vond ook echt dat ze het zo fantastisch goed deden in de cross. Ik ben heel erg benieuwd, wie is jullie favoriet? Korenbloem, Cassara of galante? Daar ben ik wel echt benieuwd naar wat jouw favoriete paard is. Want ik vind ze allemaal even leuk. Maar ik ben gewoon benieuwd als kijker. Ja, zie je dan net iets meer potentie in dat paard? Vind je die wat grappiger? Vind je die wat leuker? Ik ben heel erg benieuwd. Dus drop je mening in de comments. En dan zie ik jullie snel weer bij de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei!